Ik ben zo overbelicht. Help. Mijn man is een klusser. Nee, dat is niet waar. Hey! Oh. Vandaag heb ik voor jullie de open dag bucketlist. Ik ga een aantal stappen doornemen en als je dit doet, dan zou je na de open dag een goed beeld moeten hebben van de studie en wat je misschien wil wel gaan doen. Wanneer die dagen zijn, kan je rechts zien in het hoekje, kan je even daarop klikken. Als eerst even wat algemeens voordat je de bucketlist gaat afwerken. Stel jezelf de vraag, namelijk waarom ga ik naar deze open dag? Wil ik weten wat deze studie is, wil ik weten of dit bij mij past. Bedenk wat vragen voor jezelf en ga met een doel naar de open dag. Ga niet een beetje struinen, mag ook, is ook een idee, kan ook, als jij dat een manier vindt. Maar bedenk dan, ik ga struinen op de open dag. Ook kan je jezelf afvragen, wat verwacht ik te zien bij de open dag? Dat kan zijn aan lessen, maar ook aan stof en aan toetsen en noem maar op. Stel jezelf ook de vraag, wanneer ga ik afhaken bij studie en wanneer niet? Schrijf het criteria voor jezelf op, desnoods. En bedenk gewoon even van, als dit in de opleiding zit, vind ik het een leuke opleiding. En zou ik hem echt willen volgen. Maar bedenk ook, oké, als dit er echt in zit, dan als dat overheersend veel is, dan ga ik dat echt niet doen. Dan past dat niet bij mij. En de laatste vraag die je je kan stellen is eigenlijk niet aan jezelf, maar aan je omgeving. Vraag vooral wat je omgeving jou ziet doen. Bijvoorbeeld, ik zei altijd, ik ga ergotherapie doen vanaf de vierde. En mijn ouders zeiden, waarom ga je er zorgen in? Waarom ga je niet iets creatiefs doen? Ik beland uiteindelijk bij Communication Multimedia Design, een ontzettend creatieve opleiding. Misschien had ik even ietsjes beter naar mijn ouders moeten luisteren wat dit betreft. Omdat zij misschien toch beter door hadden wat mij meer zou passen. En wat ik ook buiten school nog heel veel doe. In plaats van dat ik eigenlijk vasthoud aan een idee wat ik al heel lang vasthoud. Ben ik weer zo licht? Help, licht, stop nou! En nu komen we bij de bucketlist aan. Je gaat dus voorbereid naar de open dag. Het eerste puntje van je bucketlist is stel vragen aan studenten en aan leraren. En wat ik persoonlijk heel erg fijn vond op open dagen was dat je juist... Ik word weer donkerder, top tip. Wat ik heel erg fijn vond bij open dagen was dat je juist vragen kon stellen aan studenten. Want die zitten daar. Je weet het allerbest hoe die opleiding is en hoe het wordt ervaren door hunzelf. Ook kan je natuurlijk aan docenten weer wat vragen over, nou ja, gewoon het algemene programma. En, want dat zullen de studenten misschien iets minder weten dan de docenten. Het tweede puntje wat je kan kijken is, zijn er proeflessen? Zijn er lessen die je kan volgen die dag of een soort van voorbeeldlessen? Dat is in ieder geval een ontzettende aanrader om te doen. En het is ook interessant. Dus neem ook gewoon de tijd om die lessen te bekijken. Ga niet door als een gek. Tenzij je natuurlijk meerdere studies wil bekijken. Maar ja, denk ook, er zijn ongeveer 4 open dagen in het jaar. Dus je kan ook nog gewoon een andere keer komen. Sorry, ik heb de hik. Wow. Het derde puntje wat je vervolgens kan afvinken is als je bij presentaties hebt gekeken. Vaak is er altijd wel een soort van algemene presentatie. Maar je hebt ook vaak nog wat kleine presentatietjes van docenten bijvoorbeeld. En ga daar ook heen. Kijk even wat voor jou relevant is, wat je wil weten. Het laatste puntje, zeker niet een onbelangrijk puntje. Wat was het ook weer? Kijk wat er eventueel mogelijk is in de komende jaren. Stel je wat ontzettend graag naar het buitenland met je stage, ga dan ook kijken of dat mogelijk is. Als dat echt een vereiste voor jou is, kijk daar en vraag daar dan ook naar. Als het voor jezelf niet zoveel uitmaakt, dan ja goed, laat het dan lekker. Maar sommige mensen vinden het heel belangrijk om dat soort dingen te kunnen doen. Of dat ze een richting kiezen, vinden sommige mensen heel belangrijk. Kijk ook vooral eventjes nog een stapje verder dan het eerste jaar. Gewoon globaal om even te kijken wat is er de komende jaren mogelijk voor mijn haar. Wow, voor mijn haar. Voor mij. Ik wilde zeggen dat mijn haar gek zat, maar oké, never mind. Ik moet eventjes kijken of ik iets ben vergeten, maar het lijkt er zomaar niet op. Dan heb ik verder niks meer te melden. Yay! En dan zie ik jullie... Wacht, ik moet de video nog niet afsluiten. Want ik heb eerst nog de mededeling dat hier de video van Julien staat. Die daar staat. Daar kan je kijken hoe hij zich voorbereidt op een open dag. Hier kan je abonneren. En dan hoop ik jullie volgende week weer lekker te zien. Met 1 nieuw videootje. Nee, niet volgende week, want dan ben ik er niet. Maar iemand anders. Weet je, boeien. Maakt niet uit. Hey, doei doei!